Hallo, mijn naam is Bart de Pauw, online docent Nederlands. Welkom bij Heb je zin 2, aflevering 39. Vandaag oefenen we de grammatica van hashtag Dutch Grammar 2, les 2 en 3, over bezit. Ching heeft Martin zijn telefoon. Ze hebben het over de NPO-app en Nederlandse televisieprogramma's. Ching wil de Nederlands oefenen. Daarom vraagt ze aan Martin: welke programma's zijn goed om Nederlands te leren? Martins reactie is: laten we Marieke even appen. Dat wil Ching natuurlijk niet. Want zij heeft net Marieke's berichtje verwijderd van Martins telefoon. Ze zegt gauw: dat hoeft niet. Marieke is waarschijnlijk haar lessen aan het voorbereiden. Ho ho, Ching. Mijn idee met deze video is om wat advies te geven. Dan doe ik het maar even zelf. Kun je Heb je zin goed begrijpen? Ook zonder de ondertiteling? Dan is jouw Nederlands goed genoeg om televisie te kijken. Maar met welke programma's kun je het beste beginnen? Mijn eerste tip: het Jeugdjournaal. Dat is het nieuws voor kinderen. Het Nederlands van de nieuwslezer is eenvoudig. En waarom is het goed om het nieuws te kijken? Het zijn allemaal korte stukjes. Dus je hoeft geen moeilijk verhaal te volgen. En de beelden helpen je de tekst te begrijpen. Mijn tweede tip: het Klokhuis. Dit is een educatief programma, ook voor kinderen. Elke aflevering van het Klokhuis gaat over één onderwerp. Ze leggen elk onderwerp op een eenvoudige manier uit. Zo kun je de vocabulaire van dit onderwerp in een context leren. En dan mijn derde tip: goede tijden, slechte tijden. Dit is niet voor kinderen, maar voor volwassenen. Waarom vind jij Heb je zin leuk? Volgens mij ben je nieuwsgierig. Je vindt het spannend en je wilt weten hoe het afloopt. Kijk daarom naar een soap. Dat voelt niet als studeren. Goede tijden, slechte tijden is al bijna 30 jaar een succesvolle Nederlandse soap. Zo, dat waren mijn tips. Terug naar Ching en Martin. Martin, wat zijn jouw favoriete programma's? Mijn favoriete programma's? Tijdens mijn avondeten kijk ik altijd naar De Wereld Draait Door. Dat is een praatprogramma. En Zondag met Lubach vind ik ook leuk. Dat is een satirisch programma van de komiek Arjen Lubach. Maar deze twee programma's zijn een beetje moeilijk als je Nederlands leert. In De Wereld Draait Door praten ze erg snel. En bij Zondag met Lubach gaat het vooral over politiek en maken ze veel woordgrapjes. Martin, ken je misschien ook een romantisch televisieprogramma? Ik bedoel, iets leuks om nu samen te kijken? Oh, denkt Martin, wil Ching eindelijk een stapje verder gaan? Wordt dit hun eerste echte romantische avond? Dan moet Martin even goed nadenken. Nou, er zijn best wel wat romantische programma's op de Nederlandse televisie.
Weet jij er ook een paar? Ik ben benieuwd welk programma Martin kiest. En dat zien we de volgende keer bij Heb je Zin. Tot dan! Doei!